Ja, welkom bij een nieuwe vlog van atelierdebusinneke.nl. Ik zit weer in mijn atelier vandaag, want we hebben nog steeds een rare zomer in 2021. Het is vandaag 29 juli. Het is, nou ja, voor de tijd van het jaar ja, een beetje koeler weer eigenlijk. Ik vind het persoonlijk zelf niet zo heel erg, want ik kan niet zo heel goed tegen heel heet weer. Dus ik vind het eigenlijk wel prima. Maar ja, het is ook wel leuk om buiten een vlogje op te nemen. En nou, vandaag is het zo bewolkt en regenachtig dat het toch in mijn atelier moet. Dus vandaar. Nou, welkom in mijn atelier dan weer. Jullie hebben, als het goed is, een uitgebreide vlog gezien van de kasteeltuinen van Arsen. Nou, dat was natuurlijk geweldig. En ik had daar zoveel gevlogd dat ik zoiets had van, het is eigenlijk te veel om achter een schildervlog aan te doen. Dus ik denk, dat trek ik maar even uit elkaar. Zodat jullie die vlog apart hebben kunnen zien. En nou, het was een fantastisch weekend. Dus helemaal geweldig. 3 dagen lang. En ja, dat hebben we weer achter de rug. Op naar de volgende. Want aanstaande zondag, 1 augustus, sta ik in het Sonsbeekpark in Arnhem. En deze vlog zal dit weekend online gaan. Ik denk de dag ervoor misschien. Dus niet iedereen van jullie zal dat zien. En zal ik ook gelijk vast even vertellen dat ik 8 augustus, waar sta ik dan ook weer? 8 augustus. Oh ja, Kasteel Groeneveld in Baren. Dus mensen uit het Gooi, mochten er mensen zijn uit het Gooi die kijken, kom even langs bij Kasteel Groeneveld, de trotsmarkt daar. Daar sta ik met mijn sieraden weer, dus wees welkom. Ik ben blij dat de markten tot nu toe, het wordt nog even spannend, want de regering gaat een nieuwe beslissing nemen over eendaagse evenementen en of die wel of niet vanwege de corona door mogen gaan. Dus het wordt toch best wel even spannend, maar nou ja, even de duimen drukken dat het allemaal goed mag gaan en door mag gaan. En dan maar weer zien, we zijn toch afhankelijk van de beslissingen die van hogeraf worden genomen. Dus ik schik mij maar weer in hoe het gaat. Maar ik neem jullie nu eerst even mee naar het resultaat van vlog 48. Vlog 48, die heb ik toen wel in de tuin gemaakt bij mij, want toen was het wel heel mooi weer. En dit is wel, ja, een heel mooi, apart, kleurrijk resultaat weer. Dus ik ga jullie even draaien, dan kunnen jullie het even zien. Nou, dit is het geworden. Ik zal het even weer, zoals ik altijd doe, ook eventjes van dichtbij laten zien. Even kijken of dat goed gaat. Zeer kleurrijk. Echt een hele mooie basis had ik met al die, ja, die gekleurde blokjes. Dat was echt wel heel grappig. Even laten zien dat dit vlog 47 was. Oh, dan heb ik nu eigenlijk verkeerd omgezet op mijn bordje nu, zit ik me te bedenken. Maar goed, dit is vlog 47 geworden. En het sieradensetje wat ik erbij gemaakt heb. Nou, je kunt wel zien dat ik die er echt bij gemaakt heb deze keer. Want daar zit echt het model in van het schilderijtje. In verschillende kleuren blauw en een knalrode. Dit is weer zo'n hanger die sluit zonder sluiting. Die kun je zo als een beugel om je hals dragen. Super licht materiaal weer. De armband bijpassend. Ook met hetzelfde patroontje van het schilderij erin. €20 voor de armband, €25 voor de hanger. En de oorbelletjes die ik erbij gemaakt heb zijn deze. Het zijn stekertjes en kosten €12,50. En dan draai ik jullie even weer terug naar mij. En dan kan ik jullie ook even vertellen dat ik altijd een speciale aanbieding heb voor als je het hele setje neemt. Als je alle drie de dingen neemt, dan mag je even contact met me opnemen. En dan maak ik een speciaal prijsje voor je. En het schilderijtje kost €35 en dan wordt hij nog even gefinished. In het hele atelier zit maar één vlieg, maar die vlieg wil dan wel per se bij mij zitten. Dat zien jullie wel. Wat ik ook nog gedaan heb,
is eventjes, ik ben nog even weer bezig geweest met mijn keitjes uit Frankrijk, mijn prespapiers. Ik zal je even naar beneden draaien. Ik had al een aantal blauw met groen en geel gemaakt. En nu ben ik bezig met een serie roze-rode. Dus ik draai jullie nog even een keer weer naar beneden. Dan kunnen jullie dat even zien. Kijk. Dit zijn ze. En nog sommige, ja, deze is al wel aardig af al. Maar ze zijn nog niet allemaal af. Deze moet ik nog even een beetje aan doen. Nou, ze worden best wel heel speciaal. En inderdaad, helemaal rondom beschilderd. En als ze helemaal klaar zijn, deze moet ik aan de onderkant nog doen, zie. Als ze helemaal af zijn, dan vernis ik ze eventjes en dan zijn ze te koop. Ik denk misschien wel leuk als een cadeautje of zo. Kijk maar. Of leuk misschien gewoon voor de sieren. Even kijken, mijn standaard moet wel even goed blijven staan. Zo. Wat gaan we vandaag doen? Ik had dus vlog 49 opgeschreven. Ja, dat komt natuurlijk door die extra vlog die ik gemaakt heb van de kasteeltuinen. Dus dat is natuurlijk niet goed, hè? Dus ik ga hier even een 8 van maken. Want dan is dit nummer 48. Dus vlog 48. We kunnen natuurlijk niet smokkelen, hè, mensen. Dat gaan we dus niet doen. Ik ga er 100 maken. Dus we zitten bijna op de helft. En ik hoop dat ik ze dit jaar afkrijg. Nou, ik weet nog niet zeker of dat helemaal precies gaat lukken. Anders ga ik even in 2022 nog een stukje door. Want ik heb het nu ook wat drukker. Dus ik merk dat ik zelf ook wel even mijn best moet doen om toch wel die vlogs op te nemen. En ja, mijn markten draaien weer. Dus ja, dan heb je het ook inderdaad weer gewoon wat drukkere tijd. Ook alweer, daar ben ik dus heel blij mee. Maar goed, dat betekent dus dat het niveau van het uploadniveau van de vloggen misschien wel een klein beetje anders zijn dan anders. Maar ze komen wel. Dus het kan misschien zijn dat het wel iets trager duurt. Iets trager is, moet ik zeggen. Maar ze komen dus wel, hè. Maar ik ga gewoon wel door. En vandaag ga ik weer eens een keer iets doen met black and white. Dus zwart en wit. Dus ik draai jullie naar beneden. Maar dan kunnen jullie ook even zien dat ik hier al wat voorbereiding aan gedaan heb. Dus ik ga jullie naar beneden draaien. Ik wens jullie veel plezier. En dan zie ik jullie straks weer als het af is. Kijk, wat heb ik hierop gedaan? Ik heb eventjes met speciaal medium. Daar heb ik al vaker mee gewerkt voor de mensen die vaste kijkers zijn. Dit is de Heavy Gel Medium van Amsterdam. Dit is een glanzend medium. Hiermee kun je dus allemaal dingetjes in je werk plakken. En dit is ook op acrylbasis. Dat kun je dus gewoon overheen verven. En het droogt, het ziet er wit uit. Ik zal het nog even laten zien. Het is een beetje een soort pasta-achtig product. Nou, ik heb deze pot echt al best wel heel lang. Dus ik doe er ook heel lang mee. Je kunt er stukjes glas, stukjes hout, stukjes karton, steentjes. Je kunt van alles nog wat in je werk plakken ermee. En in dit geval heb ik wat krantenknipseltjes uitgescheurd. Omdat ik zoiets had, ik ga eens even met wit en zwart aan de gang. En dat heb ik even wat eerder gedaan, omdat het medium ook er wat langer over duurt om te drogen. Dus dat is de reden waarom ik dit even van tevoren heb gedaan. Dus dit laagje is goed droog. Hoe ik dat doe, is dat ik eerst eventjes het medium rechtstreeks op het canvasje smeer. Dat doe ik met een platte kwast. En dan plak je een stukje krant erop en dan ga je met het medium er ook nog eens een keer weer overheen. Dus het is eigenlijk helemaal rondom gekoot. Dus het blijft echt hartstikke goed zitten en de acrylverf die hecht hier weer op. En wat ik zelf wel grappig vind om te doen, is dan ook wat te werken met transparantere kleuren, waardoor je de tekst nog wel een beetje blijft zien. Dus ik heb hier een zilvergrijze waarvan ik weet dat hij een beetje transparant is. En nou ja, eens even kijken hoe dit gaat worden zo. Even kijken,
sponskwast. Oh ja, en ik doe een muziekje aan. Ik heb een Frans muziekje uitgekozen deze keer. Ik kan nog een beetje terugdenken aan de vakantie. Nou ja, het waait best wel hard, mensen. Dus dat hoor je ook af en toe wel. Kijk, het is wel mooi. Het is een zwarte vlieg. Dus die past wel goed in het concept van vandaag.
Dit zijn acrylstiften. Oh, ik moet dat even goed laten zien. Acrylstiften. Gebruik ik wel vaker in mijn werk. Dit is een, deze is van Talens van Amsterdam. Dit is de medium. En die is, even kijken hoeveel millimeter. 4 millimeter. En je moet ze altijd liggend bewaren. Anders droogt de punt uit. En je drukt altijd even een paar keer op de punt om hem op gang te brengen. Dat kun je dus niet doen met een gewone inktstift. Want als je daar zo'n permanent marker voor zou gebruiken, zoals deze. Daar schrijf ik altijd wel mee op de achterkant. Maar op zich kun je er wel mee werken met acrylverf. Als het droog is, dan gaat het wel. Maar als je het gaat vernissen, dan zul je merken dat je een probleem krijgt. Omdat dit op alcoholbasis is. En dit op waterbasis is. Dus dat bijt elkaar in die zin dat de vernislaag er niet zo blijven wordt. Dus ik gebruik daarvoor dus altijd een acrylstift.
goed. Even kijken. Ik draai jullie even weer naar boven. Want ik ga ermee stoppen. Want ik denk dat ik zo'n beetje op 3 kwartier zit. En als ik mijn eindpraatje heb gehouden, zitten we altijd wel weer op de goede tijd, denk ik. Voor mensen die vandaag voor het eerst kijken. Het is een 100 schilderijen en sieraden project waar ik mee bezig ben. En ik presenteer dus bij iedere vlog die ik maak een bijpassend sieraden setje van het schilderijtje wat ik afgemaakt heb. Dus dit schilderijtje wat ik nu gemaakt heb, zal ik even laten zien, is nog niet helemaal af. Er zit ook nog geen echte onder- of bovenkant aan. Dat heb ik meestal ook niet. Zwart-wit, grijs. Je zou denken saai, maar ik vind het eigenlijk best wel heel grappig dat je met zwart en wit en dus de grijstinten die erdoor ontstaan, ook eigenlijk wel een heel mooi effect kan krijgen. Dus ik ga dit schilderijtje zo even op mijn gemakje afmaken. En jullie kunnen me volgen op Facebook, op YouTube, daar kijken jullie natuurlijk wel naar. Facebook heb ik 2 pagina's, Atelier Typisch Tineke voor mijn schilderijen en Typisch Tineke voor mijn sieraden. Beide pagina's zet ik allerlei weetjes altijd op hoor. En de mooie foto's als het af is en zo. En Instagram zet ik ook op. Dus kun je me ook vinden. Dus je kunt me eigenlijk overal weer vinden. Op of Atelier Typisch Tineke of Typisch Tineke. En op mijn website www.ateliertypischtineke.nl. Daar vind je sowieso alle links naar mijn social media. Dus mocht je het niet kunnen vinden zo, dan kun je er gewoon op klikken en dan kom je er gelijk. Voel je vrij om deze filmpjes te delen, want er staan er dus inmiddels bijna 50 van deze serie op. En in mijn eerste serie waar ik mee begonnen ben, vorig jaar 2020, dan staan er een aantal dingen op grootdoek, waar ik meerdere vlogs over doe. Dus als je het leuk vindt, kun je die terugkijken. Maar voel je vrij om ook de filmpjes te delen. Ken jij mensen in jouw buurt of in jouw omgeving of op je werk of via school? Of, dat maakt niet uit. Voel je vrij om eventjes een linkje te delen. Want het zijn nog gratis lessen tot nu toe. Dus in de gehele coronatijd doe ik het gratis. En kun je me dus blijven volgen als je dat leuk vindt. Dus het is iedere keer weer een verrassend resultaat wat eruit komt. Dus ik weet ook nog niet hoe dit gaat aflopen, maar eigenlijk komt het eigenlijk altijd wel goed op een of andere manier. En dat zal met dit ook wel niet zo zijn hoor. En soms veranderen ze nog heel erg. En soms dan doe ik eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Dus in de volgende vlog, dat is dus nummer 49, want het was nummer 48. Dan zien jullie even het eindresultaat van dit schilderijtje en dan presenteer ik daar een sieraden zet je bij in de kleuren en de modellen een beetje van wat er in het schilderijtje is gekomen. Wil je me volgen op de markten? Wil je me een keer opzoeken? Dat kan. Ik sta deze hele zomer bijna ieder weekend wel ergens in de landen. Op mijn website onder het kopje kunstmarkten kun je ook altijd zien waar ik sta. Nou, ik heb bijna alle weekenden al volgeboekt. Op 2 na of zo. Dus het hele seizoen zit aardig vol. Alhoewel er nog steeds markten afvallen vanwege de corona. En ik ben ook nog bang dat dat misschien nog wel een beetje gaat gebeuren nog steeds. En tot nu toe heb ik iedere keer gaatjes weten op te vullen. Maar het wordt natuurlijk wel steeds lastiger. Als de regels weer strenger gaan worden, dan gaan we er weer niet aan ontkomen dat er echt weer markten uitvallen die misschien niet opgevuld kunnen worden weer. Nou, ik hoop het niet, want ik kan het echt wel een beetje gebruiken, mensen. Dat zullen jullie wel begrijpen. Ken jij mensen die ook een beetje van mijn sieraden houden? Deel daar ook eventjes de links van. Hè? Want ik maak echt handgemaakte, bijzondere sieraden van gerecyclede kunststof. Op mijn website zie je daar een heleboel voorbeelden van. Ik heb geen echte webshop. Maar op mijn website zie je wel een heleboel voorbeelden van dingen die ik maak. En eigenlijk kun je die allemaal bestellen in alle kleuren en maten en vormen die je maar wil. Dus als jij een leuk sieraad ziet, maar je vindt de kleur niet zo mooi, dan pas ik hem even aan. Dan hou ik dat model wel aan, maar dan maak ik de kleuren even, de kleuren die jij wenst. En dat kunnen we door middel van een appje of een fotootje even laten zien. Kan ik opsturen of kan ik meenemen naar de markt als ik bij jou in de buurt kom? Wie weet. Want ik sta van Dokkum tot Maastricht, zeg ik altijd. Dus wie weet, kom ik een keer bij jou in de buurt? Kan hè?
Dus voel je vrij om ook die dingetjes even te delen. Want wie weet, als cadeautje. Het is ook hartstikke leuk om als cadeautje. En het mag altijd nog geruild worden. Dus als je denkt, ik koop een leuk cadeautje voor iemand. En die iemand is niet blij met de kleur of de vorm. Of het past niet goed of het zit niet goed. Mag altijd geruild worden. Dus dat hoeft ook geen belemmering te zijn, denk ik. En ik maak ook heel veel dingen in opdracht. Dus heb je een speciale ring nodig in een bepaald model of in bepaalde kleuren of oorhangers of stekers of een armband of een ketting of een broche? Ik kan alles maken in alle kleuren, maten en vormen die je eigenlijk maar kan bedenken. Dus mocht je iets cadeau willen geven aan iemand waarvan je denkt van oh, die houdt heel erg van die kleur en die houdt van een hele grote broche in een bloemvorm of dit wat, kan ik maken. Dus kan ik jullie nog meer vertellen? Nee, ik denk dat ik het hier maar even bij laat. Ik ben dus aanstaand weekend in Sonsbeekpark in Arnhem. Dat is op 1 augustus. Ik sta op 8 augustus bij Kasteel Groeneveld in Baren in de Gooi. En we hebben het over 2021. Hè? Dus mocht dit filmpje er